Er worden nog steeds hoorspelen gemaakt, alleen ja, niet meer op de manier worden ze beluisterd als dat wij vroeger deden met een doppindaatjes, alhoewel ik dat zelf nooit heb gedaan, maar mijn ouders wel, met doppindaatjes rond de tafel, samen gezellig met z'n allen. Ja, wij doen dat nu op andere manieren. Op een gegeven moment loopt Jim maar verder. Maar op een gegeven moment wordt het geluid alleen maar harder. En hij hoort iets dichterbij komen. Hij vindt het maar vreemd. Wat moet ik dat doen? Op een gegeven moment kijkt hij achterom en ziet hij een vreemd monster. Gelukkig, het is een schaap. Maar het is wel mooi om hun te laten, of de kinderen te laten beseffen van geluid en verhaal schrijven. En heeft ook nog iemand tekst en dan laten we het allemaal samenkomen. En dat is wel even een andere vorm van creativiteit. Maar ik moet zeggen dat verbazingwekkend genoeg heel veel geluiden die wij meegenomen hebben gebruikt zijn voor een hoorspel. Dus blijkbaar is dat dan toch nog wel interessant genoeg om iets fysieks te pakken. Hoe vond u de beleving van de deelnemers? Ja, dit was supergroepen. Dit was echt een supergroep. Die waren heel aandachtig. Het is nog vroeg in de ochtend, dus misschien dan daarom. Maar ze deden het heel goed. Ja. Ik lig met mijn hoofd in. Oh, shit. Sorry. Deze groep. Opnemen. Dan moet ik nu een mooi kadertje maken. Dan moet je wel recht omhoog doen. Oké, tempo. Mooi. Het is iets langer geluid, een beetje wassig geluid. Het is wel mooi. Ik moet alleen daar nog een beetje maken. Gaan we halen. Wauw. Ja, is beter. Mooi. Wat is het doel ervan? Het doel is voor mij, we hebben eigenlijk beperkte tijd, want het is maar een uurtje, dat we even gaan snuffelen aan hoe het is om te gaan monteren. En als je video maakt, filmpjes, dan wil ik altijd een verhaal vertellen. Het is in dit geval een beetje moeilijker, maar je probeert toch een stukje sneller, een stukje langzamer, een stukje harder, een stukje zachter, zodat er wat dynamiek in het verhaal komt. Wat hebben we zojuist gezien en gehoord? Nou, we hebben een filmpje gezien wat gemaakt is door kleine, korte geluidsfragmenten op te nemen met de camera en dan in het videomontageprogramma daar een mooie brei van te maken. Ik noem het altijd geluidscollage. Dus je bent eigenlijk aan het knippen en plakken met geluiden.